beste mensen, wij krijgen een kindje. Een heel apart kindje van een week of twee, drie. Hè, Toos? Ja, echt waar, ja. Er wordt geleverd op Schiphol. Nou, dat zou je toch aardig wat airmiles gekost hebben. Maar als je echt een ruime aftrekpost zoekt, dan moet je zo'n Afrika-kindje nemen. Afrika-kindje? Afrika-kindje. Hebben Toos en ik ook gedaan. Konden al net zo'n kindje bestellen bij de laatste zending. Ja, dat is niet te geloven. Met een fax op internet kan je zo'n kindje bestellen. Helemaal digitaal. Kan ik dan nu de rekening aanbieden aan iemand? Nee, hoe heet dat het restaurant met die ster? Een mens kan het je schelen. Ja, anders zit ik er de hele dag maar mee te zitten. Het lekkerste voorgerecht dat ik ooit gegeten heb was een salade riche in de kleine Cantaloupe. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Ik vroeg waarom ze het niet meer op de kaart hadden. Nou, zegt ze tegen me. Zag er zo klein uit op dat bord. Daar betaalt onze klant geen 42 gulden voor. 42 gulden voor een voorgerecht had mij ook ietsje te ver. In Holland dan toch, hè? Nou, dat zeg je nou, die 42 gulden. Maar voor zo'n Fantimoti opera betaal je toch even godverdomme 100 keiharde ballen. En we krijgen helemaal te zien. Een halve geflipte operazanger met een geattaqueerd onderlipje en zo'n half maskertje. Ja, maar dan heb je wel Ben Kramer. Maar nu mag van mij helemaal afgeschoten worden, die Ben Kramer. Doe nou. Dan jij dat ook nog. Die hele Ben Kramer mag van mij helemaal volledig afgeschoten worden. Heel snel. Zeg, moet jij niet eens naar de rechtbank? Is dat weer zo laat? Ik heb zo'n zaak, maar tot morgen. Ik bel je nog. Ober. Meneer. Ober. Wat staat daar? Diverse hoofdgerechten, meneer. Maar waarom heeft u dat niet gespecificeerd? Dat hebben wij niet gespecificeerd, omdat op de kaart ook diverse hoofdgerechten staat, meneer. En wat staat daar? Exclusief bediening, meneer. Voor een rekening van meer dan 300 ballen? Ja, het staat meneer natuurlijk vrij om... Ach, schiet nou toch gauw op. Als meneer eventueel bezwaar zou willen maken... Ach, schiet nou toch gauw op. Waar? Poppers! Grote dikke koppen! Nou, de directie van het theater wenst u een hele prettige voorstelling! Filmpje! Thank you.
En normaal heb ik altijd brom en pech. Maar Bob mocht de motor niet gebruiken vanwege autoloze zondag. Dus heb ik hem geduwd. Maar ja, dat heb ik wel voor hem over, hoor. Moest u ver? Nou, meneer de rechter, wat is ver? Hè? Bedoel, wat is Schiedam-Vraneker in een mensenleven? Ja, dat is een heel eind. Ja, nou, dat is waar, hoor. Maar ik had het wel voor hem over, hoor. Ik hou er zo veel van. Ik wil voor mijn cliënt een goede regeling, dat begrijpt u zelf ook wel. De echtscheiding heeft voor mijn cliënt zowel psychisch als lichamelijk grote consequenties. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik kon geen plekje vinden. Nou, ik ben er hoor. En uw raadsman is er ook? Nou nee, die heb ze gisteren verhangen. Ja, die heeft gisteren de zaak verloren van zigeunerbroer. U weet wel, die vent die stond op de kermis, die verkocht suikerspinnen met salmonella. En toen een paar maanden geleden, weet je toch wel, er zijn nog een paar bejaarden zijn toch omgekomen in de hulli-gulli. Die zijn toch in hulli-gulli op de kermis in Schiedam zijn omgekomen. En toen zijn advocaat dus dat dat kwam door de hulli-gulli. Maar de consumentenbond, die zei dat het aan de suikerspinnen legt. Lacht. Heb gelegen, gelegen, gelacht. Nou ja, in ieder geval lag aan de suikerspinnen. Moet ik dit allemaal noteren? Meneer de Roo, zullen we overgaan tot de orde van de dag? Ja, ja, u begon weer vragen stellen, gek. Uw raadsman is er dus niet. Nee, die is er niet, maar ik doe het allemaal zelf hoor. Ik heb genoeg ervaring. De Bijbel. Ik heb God achter me staan. Ik heb een vaklicentieur nog, u weet dat ik even bezig ben. Zo. De smief van je bodymilk. Lens. Nou. We kunnen beginnen. Meneer de Roy, zou u even naar voren willen komen? Wat wil ze? Doet u die kap af, hè? U zult erin moeten houden. Het is hier geen televisie. Nee, dat is natuurlijk. Daar heb je ook weer gelijk in, wijfie. Het is natuurlijk geen pretje om te gaan scheiden. Ben je zelf als gescheiden, wijfie? Pardon? Nou, dat je wel eens nachts droomt, na 40 jaar huwelijk met een lijk, dat je wel eens nachts droomt van zo'n strak getrokken Filipijns korianderlijfie boven je zwetende borstharen. Meneer de rechter, dit kan toch niet? Nee, alsjeblieft, meneer de Roo. Joh, geef nou eens toe, lijk. Heb je nou nog nooit gedroomd van zo'n Antilliaanse schoone? Van zo'n Arabaanse gleuf gutsend boven je gore, griepel, geile beer? Meneer de Roo dient zich aan de regels te houden. En wie is die vetvlek? Ik behartig de belangen van uw ex-vrouw. Nou, bestel dan maar de grafkrant, maar ik maak er helemaal af. Meneer de Roo, daarom zijn we niet hier. Nee, maar ik trek vooral mijn nagels uit de klauwen, zonder verdoving. Ben je om de hoogte van uw alimentatie te bepalen? Dat kan wel zo wezen, maar ik zuig er zo uit dat ze 3,5 maand aan het infuus legt. En nou gaat u zitten. U begrijpt wel uit de woorden zojuist gesproken door de echtgenoot van Annie de Roo. Objection! Objection. Gaat u door, raadsvrouw. Meneer de rechter, als meneer de Roo dan inderdaad kiest voor een echtscheiding, dan vind ik dat er voor mevrouw de Roo een goede regeling getroffen moet worden. Ze heeft 3 kinderen. Objection, je honor! En nou ter zake. Edelachtig maar rechterbank. Ik noem dus een stomme gedachte misschien hoor. Maar kan ze niet zelf de brood verdienen door te werken? Mevrouw, denkt u dat u kunt werken? Nou zeg, nooit rechter. Doe, ik dacht ook nooit dat ik zou gaan scheiden. Joh, wijfje, kan amper denken. Nou, ik heb wel bijvoorbeeld vanmorgen gedacht aan je verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, dankjewel. Ja. Nee, die weg dat ik niet van je wil scheiden, hoor. Bent u jarig?
Objection! Nou, objection. Ik wilde u alleen maar feliciteren. Ja, u trekt partij voor mij, u trekt partij voor mij, u trekt partij voor mij! Toegewezen. En dan nu nog even de inboedel. Meneer de Rooij heeft veel te veel inboedel tot zich genomen. Nou, Bob, kijk, je hebt spulletjes weggenomen van ons en de kinderen, waarvan wij zeggen, ja, die zijn gewoon van ons en van de kinderen. Advocaat, zou je even tegen mij extra willen zeggen dat ze de kop dicht houdt als ze tegen me praat? Misschien is het beter als je nu eventjes niks zegt aan het schrijven. Wij verlangen terug de kleuren-tv, de eikenhouten keukentafel. En de Nintendo Game Boy willen we graag terug. En de Nintendo Game Boy willen we graag. De Nintendo Game Boy is gewoon van mij! Nou, nee, de Game Boy is van de kinderen. Oh ja, en wie hebben het al betaald in de Nintendo Game Boy? Ik ben toch jarig? Bob, wees nou even redelijk. Redelijk? Redelijk, wij zijn nou eens redelijk. De ware reden dat wij gaan scheiden, hè, ligt nog steeds in het feit dat jij mij niet wil pijpen. Dat is de reden dat ik van je wil scheiden. Door mijn hele leven leg ik krom voor haar. En als ik dan eens vraag of zij een avond voor mij krom wil leggen, hebben wij weer kramp in de kaken. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik vind het gewoon geen fijne uiting van liefde als ik moet doen wat jij zegt dat ik moet doen. Dat is gewoon, en meer vrouwen bij mij in de buurt vinden dat niet echt. Voor veel vrouwen in de buurt vind dat gewoon geen fijne manier om elkaar de liefde te verklaren. Ja, alsof ik vingeren zo lekker vind. Alsof ik vingeren zo dat ik denk, god heb ik ga weer vingeren. Voor jou, de snoer is ook voor jou, de lachtekrat is voor jou, de schilderij mag je ook hebben. Bob de Game Boy. En de Nintendo is ook voor jou. Bob? Ja, hou het een beetje kort aan, ik ben net een gescheiden fan, dus ik heb nog een bruisend leven voor me liggen. Nou, ik heb nog een cadeautje voor je gekocht. 2 tickets naar Curaçao. Maar je niet. Ik heb al mijn air miles ingeleverd en heb ik 2 tickets voor Curaçao. Je komt aan, mag je 3 uur blijven en dan moet je weer terug. Hiep, hiep, hoera. Nou, bedankt. Bob, het zijn 2 tickets, Bob. Dus iemand kan met je mee die van je houdt. En je weet dat ik heel veel van je hou. Nou, vaarwel, Am. Het gaat je goed. Goed. En hopelijk kom je ook nog eens iemand tegen die net zo blind is als ik. Ja, ik ga lekker een leuk dagje voor mezelf maken als gescheiden man. Ga lekker naar de hoeren. Eerst even geld trekken uit de pinautomaat. Is dat niet Annie? Een mug op je hoofd. Ben zeker bejaard, hè? Inderdaad. Ja, zoveel muggen. Nou, geeft niks, hoor. Als je maar gezond bent. Ja, tuurlijk. Iedereen heeft wel een geurtje. Ja. Inderdaad. Ja, nou, het maakt niet uit. Ik ben gek op bejaarden. Die roopsaus. Alle tijd, hoor.
Ach, zou u me misschien even willen helpen? Tuurlijk. Zielige oude vrouw van me. Hè? Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Zeg ja, natuurlijk. Maar, hè? Nou, waar is het kaartje? Hier is het kaartje. Geen bedankt, wijfie. Het is moeilijk hoor, nu mijn man is overleden. Ja, maar dan kun je hem beter gelijk begraven. Dan wordt de geur om je heen wordt ook stukken minder. Probeer het eens. Schaven ze kou in de tuin. Bouw hem daar eens in voor de lol. Nou, zie je de kaart? Zie je de gluf? Kijk, dit is een gleuf. En dan moet je er een passé doen. In je gleuf moet je die douwen. Zie je die gapende gleuf wachtend op je bankpasje? Nou, dan gaan we die in douwen. Zo. Pincode. Was de pincode? Die hou ik liever geheim. Vertrouwt u me niet? Hè? Heet u me een monstertje of zo, hè? Heet u me een takkentrolletje of zo, hè? Mijn man, die heeft altijd... Uw man is dood! Die is hartstikke dood! Dood! Ik geef het wel. Oké. Okay. Kom maar. Harder! 8-4-3-3. Als we ook Bob toch niet hadden, hè? 8-4-3-3. Ach, gossie-possie. Wat is er? Nou, ingeslikt. Hoe bedoelt u? Uw bankpas is ingeslikt door de bank. Nou, ga maar lekker naar huis, ik los het wel even op. Oh nee, maar moet ik niet even bellen? Nee, joh, repelsteeltje, pak lekker de bezem. Vlieg lekker naar huis, ben je voor kerst nog terug. Groot oprotten, ik bel hem wel even. Groetjes! Uitbuiten! Zo! Ja, de bank kan je van harte welkom. Nou, ik ben ook blij dat ik met deze bank ben, hoor. Zo, wijfie, zou ik je even lekker helpen of vlieg je vanzelf? Kom maar. Auto, terug. Blijf eens daar, auto. Dank u wel. Sesam, open nu! Poelen, poelen, poelen! Poelen, 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 poelen! Lekkere wijven! Oh, kijk een lekker hondje! Ik moet dat snel. Ja, dat is een lekker wijfje! Al mag ik, al mag ik, al mag ik, al mag ik, mag ik! Zo, ja, van meekrijgen. Was het lekker? Was het lekker? Gooi lap! Alleen mag ik, au! Oh, God, open, man. Oh, mooi. Hallo. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Hoeveel kost je? 50 gulden. Hé? 50 gulden. Even iets te veel van het goede. Straalvechts, 75 gulden. Straalseks? Nou ja, dit is niet normaal. Je hebt nog asperges op ook. 4. 1, 2, 3, 4. En dan moet ik mezelf eraf gooien. Ja, dat is leven. Wat hebben jullie vandaag allemaal gehad op school? Ach, je weet toch dat ik het exposé overal mails moest voorbereiden? Een exposé. Maar ik was helemaal vergeten dat de fundamentele verstandshouding met die hydraulische evenwichten tussen mythologische stil... Mama, alleen maar jullie wisten, moet je luisteren. Je kan amper praten, dus je moet niet gaan zingen op het Hollywood kinderkankercarnaval. Ga dan gewoon lekker kipje. Je bent gewoon een leuk kipje. Moet even je benen op mijn nacht staan. Ik doe de accu iets omhoog, hoor. Pas op, even een kleine schok. Op, ja, gaat goed zo, hè. Voorzichtig. En ben je een mooi meisje, hè? En Albert, wat heb jij vandaag geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, maar daar vraag ik het ook aan Albert. Albert, wat heb jij vandaag geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, maar daar vraag ik, wat heb je geleerd op school?
Je raadt het nooit! Nee, dat weet ik dan. Wat heb je dan geleerd op school? Je raadt het nooit! Nee, maar daarom vraag ik ook wat je geleerd hebt op school. Je raadt het nooit! Nee, maar je kunt toch voorstellen dat mama het gewoon... Je raadt het nooit! Je raadt het nooit! Het wordt nou even te veel, hoor. Ik probeer zo veel mogelijk met liefde te bedekken. Ik wil je helemaal niet lastig vallen met mijn probleem van papa en mij. Maar ik kan er helemaal niet meer tegen gaan. Het gaat helemaal niet zo makkelijk met papa. Het is ook helemaal niet makkelijk om als vrouw in zo'n nieuwbouwbuurt te wonen. Ik weet ook wel, beter een verre buur dan een beste vriend. Maar ik heb sowieso de buren nog nooit ontmoet. Oh, die wel. Oh, dat kan misschien wel papa zijn. Ja, of de buren, je weet het niet. Dag. Mag dat dan al wezen? We komen een bloemetje brengen. Van het spijt me. Een bloemetje? Ja. Kom eens wat dichterbij. Van wat? Kom eens wat dichterbij, eerst eventjes. Wat leuk zeg, een bloemetje. Van een televisieprogramma. Kom maar even dichterbij. Van een televisieprogramma? Iets dichterbij, zo. Ja, wat leuk zeg. Er zijn de bloemetjes. Ja. God, het zijn de bloemen. Wat leuk. Mooi. Nou, hartstikke mooie bloemen zeg. Hoe denkt u dat het is? Is het van iemand? Ja. Wat leuk. Ja, denk eens goed na. Is hij misschien van mijn, van Bob, mijn ex-man. We zijn vanmorgen gescheiden en misschien hebt u er nou wel spijt van? Nee. 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 Nee, jammer. Nee. Nou, zal ik ze dan weer teruggeven? Nee hoor, nee. Oh, mag ze houden? Nee, maar eerst raden. Ik moet eerst gaan raden? Ja, natuurlijk. Ja, je raadt het nooit, hè, als je niet weet. Nee. Oh. Probeer maar. Oh, dat is het van het ziekenhuis. Het Blanke Lady ziekenhuis in Spijkenisse. Want ik ben dus geboren. Oh. En mijn moeder is overleden vlak na de geboorte. Ze hebben de navelstreng te hoog ingeknipt. Toen is ze doodgebloed. Is het misschien dat? Nee, oh, ook niet. Nee. Is het, tuurlijk, is het de familie Cohen? Want die hebben ondergedoken gezeten bij ons in de oorlog. En toen na de oorlog heeft mijn moeder een rekening gestuurd naar ze. Maar ze hebben nooit betaald. Ze hebben sowieso niks van zich laten horen. Nee. Dat was, vond mijn moeder vrij onbeschoft. Nee. Was het dan misschien? Nee. Ook niet? Nee. Kunt u die even uitgaan voor de reclame? Dat we er zo weer terug kunnen. Nee, eerst eventjes dit. Ja. Is het misschien... Ja, kinderen, gaan we naar bed. Wel trusten. Oh, is het misschien de vrouw van Peppy? Dus Peppy, die was jarig en die ben ik toen vergeten te bellen. En toen heb ik er wel gebeld. En ze dacht, nou, toen kreeg ik de vrouw van Kokkie, dat is Kekkie. En die zei van, ja, als je Peppy niet belt, dan moet je mij ook niet bellen. Ik zei, ja, maar Kekkie, als Kokkie ik niet. God, dat is wat denken. Nee, dat gaat wel hoor. Is het... Joris van Wingerden, die heeft me vorige week overvallen omdat hij wilde kijken of ik flippo's in mijn tas had. Oh. Dat is moeilijk hoor. Zal ik me even helpen? Het is een hij. Het is Cheryl. 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 Cheryl Diepenhoef. Is dat Cheryl? Cheryl Diepenhoef? Ja. Oh, wat enig. God, wat leuk om op... God, dat is echt leuk nieuws zo om 8 uur 's morgens. Enig nieuws. Cheryl Diepenhoef. Wie is het? En denk nou eens goed na. Ik heb nog nooit van een Cheryl Diepenhoef. Heeft u ooit eens ten huwelijk gevraagd? Om te trouwen, weet u? Ja, Cheryl. Ja, zijn meisjesnaam was Diepenhoef. Maar dat is niet doorgegaan, hè? Nee. Nee, want hij moest voetballen. Hij zat bij de IJsselmeervogels. Mm-hmm. Hij was vliegende kiep. En hij vloog, omdat IJsselmeervogels was de enige voetbalclub met een vliegende kiep. En hij was de vliegende kiep. Ja, er zit nog een kaartje in ook, geloof ik. Ach, dat meet u niet. Oh, god. Ja. Ik heb ook even tanden poetsen. Ja, nou, ik hou me even vast. Wacht even. Kaartje. Nou, het is een mooie bos, hoor. Dat kan ik wel zeggen, het is een mooie bos. Oh ja, het is een kaartje. Annie, ik vraag het maar 1 keer in mijn leven. Ik heb je nodig. Cheryl. Kijk. Die is net echt de vrouw waar ik gelijk op val. Oh, wat een sappige vrouw is dat, zeg. Oh. Die ogen. Oh, ik verzuip wel nog. Echt liefde op het eerste gezicht. Oh, wat een lekker wijf is dat, zeg.
Me Bob! Eugene! Maar het gaat helemaal van bonkie, bonkie, bonkie! Nee, wat is op? Nee, ze is van mij! Ze is van mij! Lijfie! Ik kom bij je terug, ik wil je hebben! Brie, ik wil dat je die kreeften weghaalt. Die oogjes, ik word hartstikke gek van ze. Zolang jij niet doet wat je vader zegt, blijf je hier. Hoe durf jij mij in mijn gezicht te slaan? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zal een spanning zijn. Brie. Ah, Rocky voor. Ja. Nee, ik heb die laatste kreef niet. Nee, is de vandoor op een brommer. Het hoofd van een vrouw. Papa! Hallo, kleine kinderen van me. Papa! Hallo! Dat moet je niet doen. Dat vind ik heel bang van. Rotzop, dat vind ik niet leuk. Pap! Oh, god op jij. Ga weg. Pap! Maar je hebt een kreeft op je hoofd. Ik? Een kreeft? God, dat wijf is nog geen dag gescheiden. Denk al kreeft te kunnen eten. Kom hier, kreng! Nee. Oh, pap. Oh, kom je eind allemaal zie ik aan het eind. Stichting Correlatie, een momentje. Pa, doe je maar. Wat zei jij, lulletje? Einstein! Oh, rustig, joh. Spook! Spook! Van maken. Hoezo, pa? We gaan naar de nieuwste film van Willeke van Abel ruiken en lekker lachen. Maar Bob. Joh, zet jij je tiet aan het gas? Oh. Het wordt nu echt allemaal te veel, hoor. Ik heb zo'n behoefte aan een gewillig oor. Stichting Correlatie. Ja, hallo, ik spreek met Annie de Roy. Alweer? Ja, maar ik heb dus behoefte. Ja, en ik niet. Ik moet gewoon positief blijven denken. Ik bedoel, als dat verrekening vanavond op, word ik wel weer een nieuwe man. Oh, misschien wordt het wel net zo intiem en fijn als destijds toen ik Bob ontmoette. Ik weet het goed. Had 12 keer afgezegd. Maar ik was jong, ik had alle tijd. Ik had wapperende manen. Ik voelde me een Melanie. Ik was tegen Vietnam, zoals zoveel. Ik was voor Feyenoord als enige. En iedereen ging naar de nieuwste film van Joris Evans. En ik ging naar de Wizard of Oz. Dank je, laat toch geen zorgen, Annie. Hij komt heus wel. Heus wel. Ja, maar we hadden 2 uur geleden al afgesproken. Ja, maar je bent toch ook nog bezig? Het is toch geen man van de klok? Hè? Een heel leuk kunstje met de zwarte kippetjes. Die zijn heel erg goed getraind in het circus. Zie je wel? Ik ga sneeuwen ineens. Kijk, dat is gek. Hoe kan dat nou in een snackbar? Kan toch geen sneeuw vallen? Ja, kijk maar, daar kan wel sneeuw vallen. En je kan hier dansen ook. Het is hier heel erg leuk. Zaterdag, zaterdag moet je ook. Annie, niet doen. Hallo, boffers. Mieters, gaan we even lekker rock'n'rollen, ja? 1 voor het zuigen, 2 voor de lol, 3 voor de afwas en 4 in mijn hol. Ben een meidengek, ben de eetste haan van het kippenhok. Ben een meidengek, ben een brok, ben een biest, ben de geilste bok. Ben een meidengek en de meiden zijn gek op mij. Als het nat is, 6 als ik zweet, 7 is een zwarte en 8 een alfabeet. Ben een meidengek, ben de eetste haan van het kippenhok. Ben een meidengek, ben een brok, ben een biest, ben de eetste bok. Ben een meidengek en de meiden zijn gek op mij. Kom zo leuk op mij. Ben de eetste haan van het kippenhok.
Maar Bob en ik hadden toch afgesproken? Ach joh, Annie, je moet maar zo denken voor Bob 10 anderen. Ja, ken jij ze? Ken ik ze? Nee. Weet je wat ik doe? Ik ga voor jou een lekker Valium frikandelletje in vet gooien, ja? Nee. Ik ga naar mijn lievelingsfilm, The Wizard of Oz. Oh nee, niet weer, hè? Ja, het is een hele mooie film, mijn lievelingsfilm. Judy Garland, die had ook heel erg moeilijk. Maar de volgende dag werd ze wakker. Een hele mooie, nieuwe en verbeterde wereld. Nee, Annie, dat is toch allemaal maar film. Laat je niet bedotten. Dat vrouwtje, dat is ook aan de alcohol. Die is gescheiden, die heeft een dochter, die heeft nog een grote lawaai. Oh, eens zal de ware prins komen. Eens zal de ware prins komen. Eens zal de ware prins komen. Bent u Charles? Ja, Mr. Charles waits for you. Ach, dank u wel. Charles? Ja, ik zoek even verder. Charles! Sorry. Charles? Annie? Je ziet er goed uit. Ja, jij ziet er ook uit. Goed. Goed. Goed uit. Ja, jij ziet er ook goed uit. Annie, ik wil je iets vragen, iets persoonlijks. Ik heb je nodig. Nou, Charles, ik heb wel 3 kinderen. Ik werk als hoofd, hè? Ja. Ik beheer een amateurkantine. Beheer een kantine van de voetbalvereniging, amateurvoetbalvereniging De Pelikanen. En dan ben ik begonnen met een stukje klantvriendelijke kwaliteitsbinding naar de klant toe. Dus ik heb de porties opgeschroefd, hè. Ik ben nu van 6 naar 8 ballen gegaan. Nou, ik heb 3 kinderen. Kijk, de jongens die komen toch vaak zwaar teleurgesteld van het veld, hè. Als ze dan in groepsverband koud afgedoucht hebben en ze komen de kantine in, dan is het natuurlijk een hele leuke, sympathieke horecageste om ze dus 8 ballen te geven in plaats van 6 ballen. Stel, er zijn 2 jongens aan het sjoelen en ze bestellen allebei een portie, dan krijgen ze dus 2 keer 8 is 16 ballen. En soms dan zijn ze ook met z'n 4 aan het toepen. Nou, en als ze dan alle 4 een portie bestellen, dan krijgen ze dus 32 ballen. 32. Soms dan zitten ze te monopolieën met z'n 7 en dan soms bestellen ze alle 7 een portie, dan krijgen ze dus 56 ballen. 56. Hallo Freek. Ik doe even 3 taxi-verduurvet voor de kinderen. Ik ben namelijk jarig. Ja, gratuleer. Ja, dankjewel. Zo kinderen, vond u het een beetje een leuke film die pap hebt uitgezocht? Als je vragen hebt, moet je het gewoon even zeggen hoor. Nou, maar jij niet, de kinderen. Pap, hoe heet die film nou ook weer? Nou, zoals het op het bord staat. My Hot and Horny Dildo. En wat betekent dat nou? Ja, zoals het op het bord staat. My Hot and Horny. Ja, Marcia, dat is heel ingewikkeld. Ja, zeg, zit er toen uit. Ga jij het een beetje lekker uitleggen met al kippen gaan in je bek? Rot toch op.
betekent dat nou? Nou, mijn hot. Dat is de Chinese vrouw, die weet je wel, die heette mijn hot. En hoor je niet, dat konijntje, weet je dat konijntje wat in dat vrouwtje verdween en toen met drie konijntjes er weer uitkwam, dat is Horny. En Dildo, dat is het plekje waar het zich afspeelt. Dildo aan de Rijn, weet je wel, naast Halbobbel. Of ik moet uitbrengen, want dat frituurvet wel eerst warm maken voordat je de patat erin zou de mieter toren. Zeg, wat denk jij nou? Ja, jij maar op, het is niet te vreten. Nou, eet smakelijk. Ja, het is heerlijk, hè? Ben je sushi? Sushi? Ben je sushi? Heb je wel eens sushi gegeten? Nee. Nee? Mond open en ogen dicht. Wat spannend. Doorslikken. Je moet doorslikken, Annie. Je moet doorslikken. Lekker, hè? Dat was lekker. Hou je van casino? Casino? Nou, ik heb liever volkorenbrood. Nee, gokken. Gokken? Oh, gokken. Nee, ik ben tegen gokken. Ik ben tegen flipperkasten, gokautomaten en ook fruitsautomaten. Ik ben tegen. Maar zij wil ik voor bij mijn keuken. Zou je voor, hoor. Ik heb eigenlijk helemaal geen mening. Pap, waar zijn we nu? Nou, je raadt het nooit. We zijn zo thuis, kinderen. God, daar staat ze weer. Nou, die ogen. Ik verzuip helemaal. Wijfie, wil je een vuurtje? Wil je een vuurtje met deze man? Deze echte vent. Deze allesie. Kinderen, zien jullie die mevrouw daar? Dat is jullie nieuwe moeder. Maar we hebben toch al een moeder? Ja, Albert, maar luister. Ik bedoel, mama kan dat ook in een vissengaatje verslikken. Is ze dood? Hebben we een nieuwe moeder nodig? En dan staat jullie nieuwe moeder. Oké, ik ben Carmen. Wat wil je nou? Carmen, vanaf het eerste moment dat ik je ontmoette, maar dat ik je zag, wist ik het zeker. Je bent van mij de waar. Ik zou echt alles voor je op willen geven. Ja. Carmen, ik ben het voor jou de ware. Ja, maar mijn vader denkt er anders over. Ja, maar als ik naar jou en je vader toe ga, dan ga ik hem om zijn hand vragen. En dan weet ik zeker dat hij ook denkt, ja, het is toch het beste wat ze kan krijgen. Ja, maar dat zou de zesde keer zijn dat iemand mijn vader naar mijn hand vraagt. En dat gaat zo vervelen. Ah, doe nou eens lachen. Doe nou toch eens lachen. Doe nou toch eens even lachen. Doe eens even lekker lachen. Doe eens lekker lachen. Oké, maakt het ook uit. Ik doe alles. Alles? Hier, Annie, kijk eens voor jou. Zit mijn royale in, hè, op een nummertje. Maar 36 nummers. Een geluksnummer. 36 nummers. En dan doe ik een huisdeurnummer. En dan doe ik een giro-nummer. En dan doe ik een postcode-nummer. En dan doe ik nog een pincode. En één
bord. Vienne van Plu? Ik doe nummer 13. Zou ik niet doen. Waarom zou ik nou? Ik ga gewoon markt uit. Vienne van Plu, madame. 13 zwart. 13? Oh, no. Oh, Charles, geef niet op. Charles, je hebt mij toch? Kijk eens. Oh ja, dat is zo. Au, oh, je maakt me zo gelukkig. Meen je dat nou? Ja, echt. Meen je dat nou? Ja. Meen je dat nou echt? Ja, is dat uw vriendin? Ja, ja, maar alles is te koop. Ook bijvoorbeeld kreeften. Annie, we gaan. Oh, wat leuk, gokkasten. Oh, leuk. Je houdt helemaal niet van gokken. Oh, wat leuk. Ja, ik vind het in de snackbar gokkasten. Ik ook altijd. Ach, luister eens. Als ik zeg meekomen, dan kom jij mee, ja? Nee. Nee, Charles, ik zeg nu gewoon een keer nee. Want ik ben altijd een vrouwtje wat ja zegt. Ze wil maar te roepen. En Annie zegt weer ja. Annie, wil je bed opmaken? Ja hoor. Of Annie, wil je met de kinderen op terug de Eiffeltoren in? Ja hoor. Nee, Annie was alweer zo gek. Annie zegt altijd ja, ik word er gek van. En ook die rare dingen van mannen hebben. Van Annie, wil je mijn pommetje even lekker horen piepen? Ja hoor, ook had ik een koorts. Annie zegt van ja, die bukt zich wel weer. Maar nou zeg gewoon een keer nee. Ik zeg gewoon een keer nee. Heerlijk woord. Nee, nee. Ik laat me niet meer gebruiken door mannen die denken dat ik niet meer ben dan een dweil. Ik zeg gewoon drie werf, nee, 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 nee. Dan kan je beter lesbisch worden. Nou, vooruit dan maar. Kom maar. Eén keer, hè. Spet. Schiet nou. Nou, klaar. Schiet op, Annie. Je moet eerst drie aardbeien. Als je drie aardbeien hebt, dan het geurdrijft. Kreeft. Nee, aardbeien. Aardbeien. Dat is één, twee, nog. Wacht even. Wacht even, schat. Ja, drie aardbeien. Dat moet gelden. Drie aardbeien. Oh, kom eens op. Ik heb drie aardbeien. Ja, je wordt, ja, dan word je opgewonden van je. Charles. Charles. Help! Meneer, bel even in het ziekenhuis! Meneer, ja, ik ben even aan het bellen, ik ben even aan het bellen, ja? Nou. Wat zeg je, moet ik afmaken? Ja, bij de ambulance! Hij wordt al koud! Wat gebeurde, het was zo plotseling. Komt allemaal goed, Charles. Kom maar, doe maar rustig, hoor. Komt allemaal goed. Nee. Ik wil graag mee. Ik moet mee, ik ben namelijk zijn nieuwe vriendin. Nee, ik ben zieke Frans. Op zodemiet. Domme man. Mag ik alsjeblieft mee? Ik wil mee. Oh, knieën aan de bella donna. Goed, Charles. Moet ik niet iets doen? Moet ik niet iets doen? Ik moet toch zuurstof hebben? Charles? Zuurstof? Doe wat. Doe je wat. Gaat het beter? Sorry, we zitten helemaal vol. Wilter! Moet ik je er maar zelf geven dan? Oké, oké, goed. Dan. Nou.
America. I Love America, zo heet die musical. Ik heb je nooit iets gevraagd, hè? Nou ja, behalve dan die ene keer met de Phantom of the Opera, maar gisteren ging ik naar de audities van I Love America. Ze zeiden dat de hoofdrol bezet was. Er was al iemand anders. Nou, toen dacht ik, gerechtigheid. Ik moet gerechtigheid. Ja. Maar hier kan ik anders voor gerechtigheid dan u, hè? Van Corconsola. Hm. Oké, okay, Ben. Is geregeld. En als er ooit een moment in uw leven komt dat ik iets voor u kan terugdoen, Don Corconsola? Dat moment is nu, Ben. Ga zingen op bruidszaal 2 hiernaast. Dank u, vader. Het gaat je goed, Ben. Alimenteer hem. Alimenteer hem? Oh, ja. Natuurlijk, hè. Dus de kreeften zijn compleet? Ja. En de crack? Kwaliteit, Doc? Grof gesneden. Very bad for business. Als ik het zeggen mag, ze durven wel daar op Curaçao ons grof gesneden krik te sturen. Brie, hoe is het met mijn dochter Carmen? Gaat heel goed met ze. Wil ze al trouwen met de man die voor haar gevonden heb? Of heeft ze een nieuwe vriend? Brie? Heeft een nieuwe vriend. Brie, Brie, bel haar op. Nu. Nu. Shit, Bob, dan sta je weer op zo'n kreef. En mijn vriend snel ook gelijk op, kleine Bambi van me. Ze zijn niet van mij. Hallo. Papi, we hadden afgesproken dat je me hier niet meer zou bellen. Zal ik me vast even lekker hygiëniseren? Nou, dat ga ik helemaal niet aan wie hier is. Nee, dit is mijn plek. Dit is mijn plek en ik bepaal wie hier binnenkomt en wie niet. En wat hier gebeurt en wat niet. Je kunt me niet dwingen. Nee, ik speel nog liever de hoer dan dat ik me door jou laat dwingen. Dat is die fichie-fichie, hè? Wat is die fichie-fichie, hè? Ja. Ik trouw niet met degene die jij wilt. Ik trouw met de man die ik lief heb. Ja. Oh nee, nou, hij is toevallig nu, hier. Hij staat niet op zo'n kreef. Geweldig. En hij doet alles voor me, ik waarschuw je. Hoe die heet? Ik zeg, hoe heet jij? Hoe heet die dan? Bob de Rooij heet ik. Bob de Rooij. Bob de Rooij. Nu wil ik even lekker wippen. Rustig. Ik ben rustig, Carmen. Ben ik rustig, jongens? Luister nou eens, Carmen, je bent mijn enige dochter. Luister nou eens naar je papa. Geef mij hem nou maar eventjes. Hallo, poppers. Kan je even lekker lopen wippen staan je ervoor zit, zat? Hallo, poppers. Ja, maar luister, ik ben hier alleen maar even te wipwappen met je dochter. Dus als je een probleem hebt, buiten toch lekker de kindertelefoon? Volgens mij weet je niet wie ik ben. Geef je mij die lieve reden dat ik me even voorstel. Mijn naam is, en dat zult je niet verbazen. Ja, laat me raden. Geef het op, daar gaan we gek. Niet op bangen! Godverde. Heeft iemand hem opgehangen? Godverde. Don? God. We hebben een klein probleempje. Annie de Rooij. Annie de Rooij? Bob de Rooij? Wat is daar in godsnaam alles? De bende van de Rooij? Doc? De bende van de Rooij? Nooit van gehoord, Don. Brie, ik ben bang dat we Carmen moeten helpen om maar deze Bob te doen vergeten. Alimenteer hem. Het is elimineren, Don. We gaan over tot de orde van de dag. Het spul moet terug naar waar het vandaan kwam. Die afgekeurde krijg ik terug naar Curaçao. Dat is levensgevaarlijk, Don. Als iets niet goed is, breng je het toch ook terug? Dat is niet zo raar, Rocky Four. Of is dat wel raar? Dat spul is met levensgevaar hier naartoe gesmokkeld. Als het hierheen wordt gesmokkeld, kan het ook weer teruggesmokkeld worden. Je zoekt gewoon een of andere idioot. Annie de Rooij. Het is ook allemaal mijn schuld. Ik had gewoon nee moeten zeggen. Oh, maar ik heb heel vertrouwen in de dochter.
Misschien kan het allemaal uit de huis. Goed. Mevrouw Diepenhoef? Ah, nee, ik ben de vriendin van Charassar Diepenhoef. Vriendin, ja. Nou ja, uw vriend heeft, ja, u raadt het nooit, heeft het niet gehaald. Ik zei nou, het was uw man niet, het was maar uw vriend. Oh ja, daar heb je weer gelijk in. Oh, zo. Zeg, uw vriend had een donorcodicil. Nee, hij had een voetbalkantine. Ja, hij wilde zijn organen, zijn vitale delen ter beschikking stellen van anderen. Daar zijn we het wel mee eens, hè? Ja, natuurlijk. Ik vind gewoon dat moet kunnen. Vind Mooi. Ik gewoon. Oh, dokter, mag ik Charles nog één keer zien? Nou, waarom zouden we onszelf kwellen? U heeft hem lang genoeg gezien, toch? Ja, maar dokter, ons geluk was zo pril. Ik was net gescheiden. Ik dacht echt dat ik nooit meer het geluk zou vinden. Mooi, mooi. Annie? Annie de Beukelaar? Ja, Annie de Beukelaar. Ken je me niet meer? Piet Bux? Piet Bux, de jaarlijkse Sinterklaas van Schiedam? Au, Piet. Ja, dat is lang geleden. Weet je nog? Onze romans en afloop van het Sint-Niklaasfeest, hè? Maar wacht, ik kom naar beneden. Piet Bux. Wat doe jij nou hier? Mijn vrouw ligt hier. Ze heeft een driedubbele attack gehad in 83. Ze ligt in coma. Oh, daar weet ik alles van, Piet. Ja, en ik heb besloten om de behandeling stop te laten zitten. En het is altijd weer een moeilijk moment. Oh, het is altijd weer een moeilijk moment. Zo is het mooie buit, hè? Zo is het plato. Is daar een stoute les? Ach, Annie, zou jij me willen begeleiden bij het moeilijke moment? Oké, ik doe het, want de kinderen zijn toch bij mijn ex-mam. Je bent gescheiden? Ja. Maar dat is fantastisch. Nou. Dan hebben we samen nog een heel leven voor ons. De Bubs, kom dus straks nog even bij me langs. Ja. Ze kunnen wel horen. Ja, dat komt Bob ook tijdens zijn coma. Hij snurkt zelfs in zijn coma. Pia, dit is Annie. Hallo. De vrouw waar ik mijn verdere leven mee wil doorbrengen. Piet, ga je nou niet iets te snel? Hoezo? Ik ben nog jong. Ik moet verder. Met jou. Nou. Vaarwel, Pia. Waar ben ik? Oh, je raadt het nooit. Oh, dit is een wonder. Oh, zie je nou wel, Piet? Het kan nog wel, hoor. Nee, ik heb A gezegd, moet ik ook B zeggen. Sorry, hoor. Vaarwel, Pia. Piet. Zal ik gewoon even de dokter roepen? Nee, nee, wacht. Ik doe het wel met mijn handen. Oh. Vaarwel, Pia. Vaarwel. Doe maar. Vaarwel. Tot ziens. Tot in het hiernamaals. Ga maar, ga maar. Ja, doe maar, doe maar. Doe je best maar. Geef maar mee. Geef je maar over. Ja, vaarwel, Pia. Juist, 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 Pia. Ja. Al de dood is altijd weer een onthorend moment, hè? En nu, fiesta. Niets staat ons geluk meer in de weg. Ja, meneer Bux. Vergeet u niet nog even bij me langs te komen. Mooi. Nee, maar Marcel, het kan toch gebeuren dat je opeens een nieuwe tante erbij hebt? Nou, niet een nieuwe tante. Heb je nou tante Carmen? Ze blijft een tijdje logeren bij ons. Ten eerste omdat je vader zo dom was om de telefoon op te hangen voordat mijn vader had opgehangen. Ja, wist ik veel dat je vader zo telefoongevoelig was, schatje. Maar mijn vader is de domkorkonsola. Ja, mijn moeder was Miss Kaatsgraaf 1934. Dus daarom ben ik blij dat u even bij me langsgekomen. Helemaal uitgezaaid, dokter? Ja, overal waar maar te zaaien viel, hebt u uitzaaiingen. Dokter, weet u het zeker? Ja, wat is zeker? Niets is zeker. Maar als u een second opinion wilt, u bent vrij, hoor. Ik trouwens ook. Het is voor de kat. Prettige dag, Willem. Prettige dag? Ik ga dood. Had ik maar Alzheimer, dan ben ik het morgen vergeten.
Oh, Piet, je moet gewoon heel positief blijven denken. Nou, ik was toch ook gescheiden? Anne, je hebt gelijk. We moeten de laatste dagen er alles van maken. Een nieuwe morgen, een nieuw geluid. Hartstikke moe. Goedemorgen. Ik werd van Annie moe, maar hier werd ik nog moeier van. Je zou bijna weer gaan verlangen naar... Goedemorgen. Hey, doorgaan! Doorgaan, stelletje zwijnen! Doorgaan! Water in! Oh, die had waterbaan. Annie, ik voel me niet goed. Ja, dat is wel een moment. Als je ook weer waterbaan bent. Ik was als kind, ik had altijd weer waterbaan. Piet. Piet. Piet, ga niet weg. We wakker. Opschiet eens weg. We hebben een rij achter u. De wezen. Oppleuren. Misschien ben ik gek hoor. Misschien ben ik hartstikke gek hoor. Ik heb last van een déjà vu. Maar heb ik nou net niet al goedemorgen tegen u gezegd? Ben u nou hardhorend? Of heb je een lichte vorm van Alzheimer tussen de benen? Nee hoor. Nee. Ik dacht gewoon, wat een lekker weertje en wat een vrolijke dag. Ik vind het echt een dag om je buurman goeiedag te zeggen. Nou, echt een leuke dag. Goedemorgen, buurvrouw. Goedemorgen, buurman. Goedemorgen. Wat een leuke dag. Weet je wat ik leuk ga doen? Ik ga even lekker leuk die tentstokken buiten zetten. Daar heb ik nou eens gezellig zin in. Wat lijkt me nou een gezellige dag? Nee. Nou, nog een hele leuke morgen verder. Rustig dan maar. Ik heb mijn kont afgeveegd, ik heb helemaal niks. Zeker. Hey, de tickets van Annie. Carmen, waar ben je?
heb een verrassing voor je. Oh, Bob, de kinderen zijn verdwenen. Ik vroeg ze of de afwas wilde doen, zijn ze weg. Luister nou eens naar mijn vochtige zuster ook van me. Ze gaan hem luisteren. Wil je met me trouwen? Wat vraag dat niet van me? Ronnie, ik ben toch je allesie? Nee, don't speak, Bob, ga niet verder. Nou, ik wil alleen maar met jou verder. Nee, maar ik ben al 5 keer getrouwd geweest. Nou, dat gaan we niet erg, want ik alimentatie. Nee, ze zijn allebei vermoord. Wow. Omdat het niet de keuze van mijn vader was. Mijn vader, die bepaalt met wie ik trouw. Ja, maar ik ga jouw vader vragen om je hand. Oh, Carmen, ik beloof je, als je met me trouwt, dan blijf je trouw tot de dood ons scheidt. En ik beloof je, met mijn hand op mijn hart, dat je nooit zal bedriegen of beliegen. Dat ik nooit meer zal flirten en lonken naar andere vrouwen, zoals de Brunies en de Pamela's en de Tatjana's en de dikke tieten van Vanessa. Ha, dat beloof ik je. En ik beloof je, met mijn hand op mijn hart, dat je nooit meer zal vragen of je me oraal zou willen masseren. Nooit. Ik zal jou en de belovende goede niet en verschillende keren. Dat jij mij nooit meer hoeft jij mij de hemde oraal te moeten menden masseren. Gekkie van me. Ah, kom op, maar ik ga je vader om je hand vragen. Maar die is op weg naar Curaçao. Ah, dat was een verrassing. Ik heb 2 tickets van Annie. Oh, je weet het. Oh, de liefde is compleet. Ik ga je vader om je hand vragen. Want zonder jou aan mijn trouwvinger kan ik niet leven. Dan voel ik me als een peppie zonder kokkie. Als een calimera zonder eitje. Voel ik me zo lapilo. Als u zo meteen oog in oog komt te staan met uw kindje, moet u er wel aan denken dat ze een andere tint hebben. Hè? En dat ze niet zo gewend zijn aan ons voedsel, dus dat licht verteerbaar voedsel heel belangrijk is. Oh. Oh. Familie Benson? Lachen, zeggen. Lach, kom naar deze vakantie. Kom maar lachen. Stop. Ah, god, wat een leuk kindje. Doet hij het nog? Lijkt precies op zijn moeder, hè? Wel Sunblock 10 gebruiken, hoor. Kom op, dan. Zal waarschijnlijk wel sperma in het pipetje. Ook een kindje met blanke ouders. Nou, dan vraag je om problemen. Wat hebben die er nou mee te maken? Ik geloof de verkeerde auto. Nee, dat was definitief toch niet de auto van Bob de Rooy. Een vergissing. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Oudje. Bedankt. De tijd tikt. Ja, mijn hart ook. Maar voor hoe lang? Don Gorgonzola, wat Bob de Rooy betreft, geef me nog een beetje tijd. Een prijs hoort voor die Annie en dat de afgekeurde crack wordt teruggesmokkeld. Zijn er verder nog nabestaanden voor meneer Piet Bux of meneer Charles Diepenhoef? Nou, ik denk het niet. Zullen we de 2 kisten 1 voor 1 laten zakken of wilt u de goedkope zakking 2 voor de prijs van 1? Ja, u bedoelt achter elkaar? Ja. Maar Jos, stok je daarmee het vuur niet te hard op?
Komt u voor de crematie van meneer Piet Bux of meneer Charles Diepenhoef? Ik kom voor de eerste voorstelling. Dat is pas over een half uur. Dan ben ik te vroeg. Kan ik niet even hier blijven zitten? Als de nabestaande mevrouw dat ook goed vindt. Nou, doet u mij maar gewoon die aanbieding. Zijn er korte toespraken? Ja, ik graag. Maar u kent ons toch helemaal niet? Maar ik meen het wel. Het is moeilijk om over de pijn heen te komen. Je er doorheen te slaan. En daarom is een vriend zo belangrijk. Een vriend die je helpt in voor- en tegenspoed. Je hebt iemand nodig die erop gaat. Ik zou graag iets willen zeggen. Laat me alleen. Alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen. Alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat is pure parodie. Niemand die me troosten kan en begrijpt wat ik nu voel. Nee, dat die verdient. Hou eens op. Nee. Kan ik die torens niet vinden? Zoiets meegemaakt. Oh, ik wist niet dat de crematie zo'n hoogtepunt kon hebben. Luister, lieve Annie. Morgen gaan wij samen naar Curaçao. Jij en ik. Begrepen? Maar als ik nou nee zeg. Als ik het gewoon bij deze ene keer laat. Ik zeg gewoon heel brutaal nee. Nee. Maar dan ga ik alleen. Maar ik zeg het niet hoor. Ik zeg gewoon ja. Ik zeg gewoon echt driewerf. Ja. Oh. Je geeft me zo het gevoel dat ik iets speciaals ben. Oh. Ik heb een paspoort dan meegenomen. Vind je raar? Ik had er wel bij me. Oh, ik heb hem hier in mijn tas. Oh, sorry. Goed, even als inpakken. Je hebt die rotzooi toch helemaal niet nodig? Dat hoef je niet mee te nemen. Je hebt gelijk. De liefde is voldoende. Goedemiddag. Ik heb een pas. Van aardige mensen. Zet maar even die helm op. Ja, even opzetten, zwaar de turbulentie in. Oh? Ja, gewoon ja, voor de turbulentie even opzetten. Maar het is heel zwaar. Maar het is ontzettend zwaar. Goed voor de turbulentie. Oh. Hou op. Zullen we gaan? Oh. Vakantie. Ik heb
er zo zin in. Is Carmen nu mijn bruid? Ja, ik zorg dat die Bob wordt getelefoneerd. Geëlimineerd? Nee, getelefoneerd. Gewoon blub, blub, dood. Oh, getelefoneerd. Ja. Kunt u even uit beeld lopen? U loopt in beeld. Goedenavond, hier Henk van Houten. Ter gelegenheid van de 100.000ste Foster Parents kindje. Papa, is ik ga twee... zwemmen. Nee, Bob, je gaat niet zwemmen, Bobje. Je gaat niet zwemmen. Hier blijf, je mag niet zwemmen. Bobje, je gaat niet de zee in. Blijf hier. Bobje! Bobje! Bob, blijf jij ook een beetje rustig? Maar rustig? Hoezo rustig, Carmen? We hebben toch vakantie? Ik wil dat je bij me blijft. Ik blijf toch bij je, Carmen? Wat doe je nou al rustig? Omdat ik mijn 5 vorige mannen al ben verloren tijdens vakantie. En ze gingen allemaal even de hoort op en weg waren ze allemaal met dezelfde smoes even telefoneren. Oh? Nou, normaal ga je al de paar sigaretten halen om vervolgens nooit meer terug te komen. Nee, ze konden niet terugkomen, want ze waren vermoord. Schatje, ik ga even lekker delta vliegen. Oppassen, oppassen voor de laagvliegende flamingo. Nou, laten we de laagvliegende flamingo maar oppassen voor mij. Want voor je weet, dan bijt ik ze strukjes af. En zolang ze niet willen telefoneren, heb ik er geen last van. Dan ga je liever schat van me. Tot ziens. Sorry hoor. Ik ga delta vliegen. Start de operatie telefooncel. Goedemorgen.
Wat is ik nou? Oh, telefooncel. Oh, ik ga even bellen. Even 06 nummertje, met geile greet. Ja, mag ik voor de collectors call? Ik zoek Carmen Mikado. Ja, ik zit hier ergens nog een slaaf voor je. Ja, lieve vriend, ik kom er zo aan. Terwijl je wacht er voor je. Doe eerst even je helm af, schatje. Nou, ik heb hem net lekker op, is het hartstikke lekker. Helm af, nu! Nou, het is wel mijn helm hoor, Camembert. Het is Brie! Ik heb gewoon honger. Gaan eten en dan geef jij me je helm, trut. Ach, gekkie, gekkie. Verdronken. In water. Laat me je feliciteren, Gerrit. Ze is voor jou. Het werd tijd, Don. Ik zit al vanaf mijn 14e te wachten. Dit is mijn vader, Don Gorgonzola. Ik jouw vader. Nou, je lijkt echt spreken, Tappen. Heb je spul bij? Hij zit in de helm. Pak het als syfiliskop. Dat heb ik al geprobeerd. Zeg, Griezel. Kom eens lekker dichtbij me. Kom even met papa, kom maar. Ik ben Aidegaai. Ik heb 3 kinderen. En de oudste heet... Nee. Don. Sydney, Poitier, die is toch verdronken? Ja, dan neem ik de Bami Mandela en de balgehaagd Whoopie, de geide haventong aan Davy en de Bonnie Sinterklaas zoetzuur. Bambini! Het smaakt liefje. Ah, daar komen ze allemaal warmpjes uit. Laten we lekker even dansen, Kai. Laten we lekker dansen, Kai. Laten we lekker de beker van de vloer. Kom op, de beker van de vloer.
gebeuren. Dat mijn bruid het nogal leuk heeft met die Bob. Kom hier, infantiel. Zit er een geluiddemper op? Ja, een BNO. Nou, je raadt het nooit. Het begint nou toch wel een heel vreemd filmpje te worden. Vindt u zelf ook niet? Ik bedoel, ik heb natuurlijk het script gelezen. Ik weet natuurlijk hoe het afloopt. Maar ik zit wel een beetje in de piepzak natuurlijk. Het is natuurlijk een happy end zo meteen over een half uurtje. Met een leuke liedje uit de Wizard of Oz. Komt nog een leuk tienermannetje langs. En een vogelverschrikkertje en de rookworst van Oz. Natuurlijk een happy end. Maar ik zit nou wel mooi met een gebakken perremoesje. Hoe loopt het nou af? Ik ben iedereen opeens kwijt. Nou, ik ga me even lekker masturberen. Niet dat ik er zin in heb, maar heb ik toch nog het gevoel dat ik een leuke dag heb gehad. Dat je me daar zou helpen. Ik ben gewoon niet meer verliefd op je. Maar je zei dat je heel veel van me hield. Ik ben homo. Ik dacht dat je een vent was. Nee, ik ben gewoon een vrouw. Ik voel me heel erg vrouw. Oh, je dacht dat jij een travestiet was. Nee, ik ben een vrouw. Door jou voel ik me vrouw. Door jou voel ik me hartstikke verliefd en anders. Dat heb ik me vergist. Dat is toch niet zo heel erg? Nee. Iedereen kan zich toch wel eens vergissen? Ja, dat is zelf zo. Ah, sorry, Jan. Ja, joh. Lieve Carmen. Het enige wat ik van je vraag is te trouwen met gekke Gerrit. Gerrit van der Valk? Nee, Gerrit Toeken. Oh, waarom wil je dat dan zo graag? Dok. Hij is de kreeftentransporteur op dit eiland. Door hem kunnen we een heel nieuw exportartikel ontwikkelen. De krekkreeft. Maar moet ik mijn hele leven voor opofferen? Nee, alleen je vrijheid. Nee, hoor je nooit, nooit over mijn lijk! Als je bedenkt en je wil alsnog trouwen met Gerrit, geef me een seintje. Dat is gek. Jezus. Meisje, ik had je zo graag als bruidsmeisje gezien. Maar Carmen denkt er anders over. Nou, ik heb alle tijd hoor. Maar ik niet. Word ik nou doodgeschoten? Nee. Oh. Je wordt doodgeheim. Schatje, we zijn er nu vanaf. Hè? Oh, ik ben liefde. Tuurlijk. En je hebt geluk, want ik heb condooms bij me. Schatje, poepje, snoepje. Zijn jullie... Zijn jullie... homo?
Hey, wel. Ik ben Bie. Kennen jullie elkaar? Kennen jullie elkaar als homo simmet jullie komt een fles melk openmaken? Nou hoor, ik wel, Bob. Oh, dat kennen wij wel. Ja, René kent het wel. Ik ken dat dan niet. Door ik kan amper met mijn vuisten een deuk in een pakje boter slaan. Hommers! Hommers! Nou, even mijn lijst geef alle gekheid op een bootje. Flikkers, flikkers! Mijn lijst, kunnen jullie me helpen als homoseksuele? Dat we met z'n drieën... Dat we met z'n drieën proberen een plannetje te maken. Dat jullie me dan helpen dat we met z'n drieën... Dat we met z'n drieën op een waterscooter gaan. Ja, apart, maar niet met z'n drieën achter elkaar, hommers! Dat we echt een plannetje maken en dat we dan met z'n drieën proberen om Carmen te vergeten. Zijn jullie dat willen, Lelijke Ronnie Thomas? Zijn jullie dat willen? Helpen jullie mij? Feliciteer ze! Honoreer ze! Boem, boem, eikel! My name is De Roy. Bob De Roy. Ah, Pop! Hey, Ann! Ik kom
hoezo? Ik heb zo'n hoofdpijn. Ja, meid, overal gaat niet in koude kleren zitten. Carmen. 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 Oh god, het is weer te laat. Mislukt. Carmen, ik hou van jou. Dat zeg je alleen maar omdat ik je Kobus knor in mijn mond moet nemen. Nee, Bob. Er is er maar één die van jou houdt. En er is er maar één waar jij van houdt. Oh. Nou, ik wil naar huis. Oh. Oh. Annie. Annie? Nee, ik ben Dorothy. Dorothy uit Oz. Ik zoek de gele stenen weg, de gele stenen weg, die me leidt naar huis. En aan het einde van die gele stenen weg, achter de regenboog, daar vind ik mijn ware droomprins. Mijn ware droomprins. Mijn ware droomprins. Annie, zonder jou voel ik me zo alleen. Annie, ook al ben je vaak een blok aan het been. Als jij er niet bent, is het een grote troep. Jij bent de ballen in mijn soep. Annie, kom nou gaan, ik hou van jou. Droom zo vaak van jou in lingerie. Oh, Annie. Daar zit je in een tanga over mijn knie. Kleine, je zoekt me heel lang. Je wil dat ik nooit stop. Al heb ik heel veel knoflook op. Annie, kom nou gauw. Ik hou van jou. Ah, la, 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 Annie.
je weer, Heidi. Jij bent toch mijn ware en enige wijn. Al ga ik zo vreemd, wil je echt nooit kwijt. Wie zorgt er anders voor het ontbijt? Heidi, kom nou gauw, hou van jou. Serge, en ik jou Saskia, andersom hè. Je bent de wimpel, ik ben jouw vlag. Je bent mijn hagel en ik jouw slag. Hagelslag, Arnie, kom nou gauw, gauw van jou. Je bent mijn pindakaas, je bent mijn allergie. Oh, Arnie, gauw van jou. Is die mooi. You're the spy who loves me, you're my license to kill. You only live twice, my octopussy as you will. I kiss your thunderbolts, and you know why. Cause in living daylights, you live and let die. My love's a film pit. My life is a film pit, and you are my star. My love is a film pit, my life is a film pit, I am where you are. The movie can be endless, the movie let me cry, because you are my film pit, you are my golden eye. When I am without you, I call my doctor no. Finger, oh, he spoils me so. For your eyes only, you moonrake me too. Nobody does it better than you. My name is Bond, Mr. Bond. Zo aan, ik ga even niet meer goeiedag zeggen. Nou, dat was het. Het was hartstikke leuk. Ga maar weg. Het is voor mij, boppers. De film is ten einde. Vond je een beetje leuk? Dat was de enige film, hè. Ze zitten maar rond in de bioscoop. Zitten we binnen 4 weken draaien weer de Riks bijna voor niks bioscoop. Om nog geen wapperende titel te hebben. Want dan is een Hollandse film leuk. Beetje dikke wapperende titel. Het liefst als in de oorlog afspeelt. Het liefst een kaalgeschoren NSB'ers roer met wapperende titel. En een scenario voor Jan Blokker. Dan was het een hitfilm natuurlijk. Vind ik nou helemaal niks. Het was alleen maar lachen. Nou, oprotten. De zaal achterkomen binnen. Bedankt voor komen. Rot op.
De rest iemand die afval ook naar huis. Dat interesseert zich geen flikker of u een fijne prettige voorstelling hebben gehad. Het geld is toch al binnen. Nou, Boppers, tot ziens. Tot de sequel. Bob en Arnie in Amerika. Dag, Boppers.